Kick-off National Quality Policy. Het Surinaam Standaardenbureau, SSB, is namens het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme als overheid bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid. Jenna Wijngaarde van het MESO Partner Team is de lokale consultant en zal in de week van 15 tot en met 19 april 2019 samen met het teamlid Annette Matbadal een reeks meetings houden. De meetings hebben als doel informatie te verzamelen over hetgeen reeds in Suriname aanwezig is. Deze informatie zal als input dienen voor het formuleren van het Nationaal Kwaliteitsbeleid. Volgens minister Stefan Sang, die de kick-off op 16 april 2019 deed van het National Quality Policy, hebben wij het over kwaliteitsinfrastructuur wanneer we praten over alle maatregelen die nodig zijn om aan te tonen dat goederen, diensten en processen voldoen aan de nationale en internationale eisen om de gezondheid en veiligheid van consumenten te waarborgen. Het vervolg van het bericht kunt u lezen op www.deboodschap.nl. www.deboodschap.today.